Voegen deze daar neer, maar het werkt gewoon beter. Wat vindt u van deze route? Geweldig mooi. Ja, heel mooi. Heel goed verzorgd en heel druk. Ja. Bent u een ervaren fietser? Ja, dat wel. Ja. Hoezo? Ik fiets al 40, 50 jaar. Ik heb ze nog verkocht ook dus. Dus u heeft met de fietsen uw onderhoud voorzien? Dat was mijn beroep. Dat was mijn beroep, ja. Namelijk? Een axel. Profiel axel. En je fietst nog iedere dag? Ik fiets nog, nee hoor. Drie keer op de week zo. Hoeveel kilometer? 50, 60. Ja, dat is een blauwe ding. 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 Ja
Een fretje. Kom in de natuur niet voor. We zijn gekweekt eigenlijk voor de jacht. Het is echt niet. Het was eerst de bedoeling dat we ermee zouden gaan jagen. Maar het zijn niet echt jagers. Dus ze vinden het wel goed. In Duitsland noemen ze dat fretteren. Ja, in Nederland ook. Hè. In Nederland noemen we dat ook fretteren. Ja. Ze zijn te sociaal om te jagen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, als ik ze bij een konijnenpijp zet, dan komen ze net zwart weer terug naar me toe. Ze zijn niet geïnteresseerd in de konijnen. Wat vind je van de route? Prachtig. Dit is de derde die we al fietsen. De eerste was heel mooi, de tweede was mooi. En ook hier op Porsenesse de roofvogels. Ja, mooi om te zien. En we treffen het goed met weer. Bekend terrein voor je? Thuiswedstrijden, Vogelwaarde, Horsenisse. En we zijn zo dwars als een kapmes en dan kom je van Horsenisse. Dus echt iets voor de Lego man. Ja, naast Lego is dit ook een van mijn hobby's, hè? Fietsen en genieten. Iedere dag genieten. Van het Zeeuwse landschap? Ja, zeker weten. Wat vindt u van Route 55? Hartstikke leuk. Heel goed georganiseerd. En ja, het is gewoon een manier om de mensen in beweging te krijgen. En ze laten kennis maken met bijvoorbeeld die beelden hier. Op andere plekken was er ook een roofvogeltje overlopen. Dus ze komen ook dingen tegen waar ze normaal niet naartoe gaan. En het is stik leuk om ze daar kennis mee te laten maken. Ik vind het belangrijker dat ze kennis maken met hetgene wat dus mijn cursisten doen. Wat ik zelf doe. Ja. En wat is uw specialiteit? Ja. Ik werk graag in albast. Omdat dat een heel dankbare steen is, altijd verrassend. En er zitten altijd mooie elementen in. Ook speksteen, die is ook heel dankbaar voor in te werken. Is dat hard? Dat is vrij hard, ja. Maar niet zo hard als marmer of arduin. En die plek op dat hoofd? Hier. Ja? Dat zit in de steen. Ja, alleen jij denkt dat veel geld is, want het is goedkoop. Ja. Dan is het ook duur.
overheen te geven en te zeggen bij mij. Hier rechts hebben wij gewoond. Hier rechts? Nee, dit niet, de volgende. De volgende? Ja, dit huis. 90, dit, hier 90. Hier hebben wij gewoond.